2009. In Nederland is een dorpje genaamd Hoogvliet. Daar woonden een gozer en een meid en die heet Truus en Piet. Truus was een junkie en Piet de drugsdealer in het dorpje al daar. Ze woonden niet officieel samen, maar waren wel gek op elkaar. Truus goedgelovig en een beetje dom. Zeg maar gerust best wel stom. Belde naar de Astrolijn. Ja, toen was het gebeurd met alle ruimte. En werd daar verteld, je bent met dicht. Truus schrok zich lam van dit bericht. Truus in paniek, zij was toch nog maagd? Niemand zou aangeloven aan wie het ik vraag. Hoe moest ze dit aan Piet vertellen? Die zou haar erg levendig bellen. Eerst maar een testje bij de drogist. Misschien had die astrologe zich wel vergist. Helaas, twee streepjes in het scherm. Ze zag zich al liggen in de geut of in de bergen. Tering, moest ze toch naar Piet. Oh, Piet, dat is toch die ene die toch al graag schiet? Die denkt gelijk dat de buurman heeft leggen douwen. Doe je maar. Shh, anders maken we overal dik van. Ja. Gaan we er ook van? We hebben de maag gepast in een seconde hoor, dus toch maar even uit. Improvisatie, dat doen wij. We beginnen opnieuw. Douwen. Nou, dat is even kut. Maar dat doe ik echt niet meer zo, ouwe. Hey Pikkie, ga eens even zitten. En wil je alsjeblieft niet gelijk gaan vitten? Heb je mij leggen douwen in mijn slaap? Hij heeft leven gegrepen. Want ik denk, ik ben nog maar. Zat ik een mooi verhaal? Ik ben zwanger volgens deze test. Maar nieuw, dat is de best. Jij weet best hoe. Je bent een grote meid. Was het nou met de buurman of met die andere geit? Wie is de vader, godverdomme? Ja. Begon niet hard te brommen. Ik ben God en dat is mijn zoon. Jezus Christus. Piepte Piet op een andere toon. Maanden verstrijken en Truus spreekt voor twee. Ze wordt dikker en dikker, maar daar zit ze niet zo mee. Daar komt er een brief van gemeente Hoogvliet. Iedereen moet zich melden, ze hebben wel een MOA met Jan of Piet. De gemeente weet niet hoeveel inwoners ze werkelijk heeft. Bij een ramp is dat belangrijk om te weten. Is er dan toch iemand die om die Hoogvliet is geeft? Maar helaas, de bussen staken en het is buiten ijskoud. Het sneeuwt en het hagelt, het ruzie heb ik toch benauwd. Lopen is geen optie, dus ze stelen een fiets. Het sneeuwt steeds erger en erger. Je ziet bijna helemaal niets. En dan is daar een harde knal. Waar ben ik? Piet Moppet, wat is er aan de hand? Een pepernootje lag op het fietspad en die zit nu in zijn achterband. Jij dan weer. Ja, het is echt gewoon veel naar buiten begint te puffen bij de vleet. Ze begint enorm te zweten, want ondanks de kou heeft Truusje het heet. Piet Moppert, je gaat toch niet bevallen, niet meer in de sneeuw. Truus sneeuw, nou ga jij maar wat verzinnen. Hij geeft een harde geel. Ah, schreeuw. Hij kan dus niet, sorry. Ga dit weer? Ja. Dan tussen al de sneeuw en bomentakken. Zien ze lichtjes, die soms stijgen en dan weer zakken. Ze gaan snel op de lichtjes af, horen ze daar ook wat blaffen. Al zien ze een gebouwtje staan, waar heel wat mensen staan te paffen. Ze komen aan bij de nood. Truus de hoofd is ondertussen van de puffer aardig rood. Mogen we hier even schuilen en heeft ze misschien een potje bier? De vrijwilligers zeiden, ga maar naar binnen, we zullen voor ons ook maar gelijk bier. Lekker bocht. Boven ging Truus zitten op de bank en plof! Haar vieze braak, dat was niet zo tof. Heel de vloer is nu een natte zooi en een natte boel. Dit was echt niet de bedoeling, zelfs Truus vond dit niet zo cool. Er was geen tijd om na te denken. Het kindje kwam eraan. Piet zei, Jezus, kun je daar niet even mee wachten?
Truus zei nee, maar ik vind Jezus wel een mooie naam. En ja hoor, daar kwam het hoofdje. En natuurlijk ook de rest. Echt een lelijk kind hoor. Dat was niet zijn best. Maar wat nu? Waar moet het kindje liggen? Je verwacht natuurlijk niet dat men hier gaat leggen bergen. In handdoeken gerold, liggend in een kratje bier. Lag het kindje genaamd Jezus en had heel veel plezier. Voor de rest was iedereen dronken. Er waren al heel wat biertjes geschonken. Na een lange dag, ja vele uren later, kwamen Truus, Piet en Jezus thuis met een enorme kater. Volgens mij heeft iemand beeld. Jezus had een eigen kamer en een heel mooi bed met een leuke blauwe sprei. Iedereen lag nu te slapen, iedereen was blij. Alles kwam eindelijk goed met Piet en Truus. Truus ging graag samenwonen met Kees en Piet met Eva en Suus. Die is.